Yo mensen, leuk dat jullie weer kijken naar een nieuwe video. Mijn naam is Laurent Auger en deze video is het vervolg van vorige week. Dus mocht je die nog niet gezien hebben, check die dan even voordat je deze kijkt. Deze video weer veel vis gevangen. Abonneer even mocht je dat nog niet gedaan hebben. Doe alvast een like voor de video als je er zin in hebt. En dan gaan we nu beginnen. Good morning, morning. Is visje in het licht weer. Oh, we gaan ook alweer een fluiter, hè? Hallo. Ja. Mooi visje. Niet de grootste van de sessie. Maar wel een leuke. One nap later. Hey. Als je nu lekker te slapen. Als je niet te slapen, als je slapen. Ik zit dan in de kop. Ik probeer ik naar een joint te doen. Kom je. Zo, oh. Kleine dag te maken. Ja. Oké. Okay. Oh, heel mooi. Gaan we laten zwemmen. Doe maar. One minute, 37 seconds later. Hallo, lag je net lekker weer in je bedje? Ja, ik lag er weer net in. Echt 1 minuut of 2 minuten of zo. Gaat hij weer af.
Ik zwem alleen maar rondjes, rondjes, rondjes. Ja. Ik loop de hele avond loop ik rondjes. En ik loop rondjes. Ik loop alleen maar rondjes. Kom iedereen tegen. Ik blijf rondjes lopen, elk rondje is anders. Urenlang loop jij rondjes? Ik loop urenlang rondjes. Bellen gaat, jong. Ja, oppa. Oh, pas op de noodzang hangt dan even. Ja. Voilà. Mijn visie. Wel weer zo'n mooie. Mooie spiegels met veel schubjes hier zo. Ik ben echt benieuwd over een paar jaar hoe het hier eruit gaat zien met al die versie eigenlijk. Ik zal de andere kant ook even laten zien. Hoppa. Zo. Big fijn spiegeltje. Yes. Ik ga een foto maken. Ja. Yes. Hij mag gaan zwemmen. Gaan we laten zwemmen, ja. De mat ligt er onder de schijf. Oei. 12 seconds later. Oei, oei, oei. Hoppa. Eerste schubberband van vandaag. Ja. Een sessie eigenlijk. Ja, zeker. Wel een mooie. Ik hoop het harder tot het water mag lopen. Met gooien wel. Nee, dus. Hoppa. Ja, ciao, ciao. Ik ben al 20 minuten niet geraakt, dat is ver. Ja. Een vers trouwen. Hey. Ja, Renat hier, weer een vers. Tadaa. Oh. Tadaa. Kijk hem ook zo fit langzaam, nonchalant. Op de hardpand ben ik gewoon vergeten niet.
Goed, dat was zojuist dus een giebeltje voor Stevie. Die had zich vastgezwommen in die planten. Die was ik zelf even los gaan maken met het waterpak. En volgens mij was Stevie net te laat met de camera om nog even fatsoenlijk te laten zien. Was geen grote vis, gewoon een normaal giebeltje. Goed, Steve heeft dus veel beet. Ik ga jullie gewoon even neerzetten, want we hebben met die hengel wel vaker struggles met het wier daar. Dus ik heb de waterpak al aangetrokken. En ik ga hem dadelijk even helpen, mocht het nodig zijn. Oh, die heeft een dikke aan, die heeft een kop, joh. Ja? Nu gaan de kedraas op zijn kop. Oké. Okay. Kijk wat ik gevonden heb in het schepnet. Weet jullie wat voor vis dit is? Echt goede trek, hoppa. Hoppa. Nou, schip nummer 2 toch? Ja. De rest zijn allemaal spiegels geweest. Ja. Laten we het in de andere kant eens zien wat hij op zijn kop heeft. Ja, kijk even. Kijk, zie je dat? Hier. Dikke tumor of zo leek het wel. Ja. Heavy man. Maar ja, hij zwemt gezond, dus. Ja. Laat hem maar weer zwemmen. Ja, laat maar zwemmen. Latex. Ja, ja, mensen. Alweer vers. Hoe lang ligt hij in? 10 minuten? 5 minuten? 5 minuten of zo, ja. Wat een heel goed. Zeelsen is sterk, man. Oké, ik heb geen zaad gevonden, die staan in schenk. Ja, is dus de start al liggen? Ja. Ja, wacht even. Ja, wacht. Maar het is gewoon zeelt. Zeelt nummer 1. Hier, hoppa. Kijk die kleuren van deze zeelt. Tinka! Hoppa, de eerste. Ik vind hem wel echt super mooi gekleurd. Super mooi goud geheeld. De rode ogen. Het kepje erbij. Is ook weer eens wat anders hè, tussendoor. En ja, ik wil er wel een fotootje van. Kom maar, zet hem op plekje. Latex! Je gelooft het niet, maar die hengel die lag nog geen minuut in. Die is echt net weer ingegooid. Stevie wilde net een beetje bij gaan voeren. Was niet nodig. Oké. Nou. Stak weer op. Gaat goed hè? Ja. Ja, gaat lekker.
een visje, hè? Een mooi visje, inderdaad. Mooi gekleurd. Oh, lekker, man. Kwam er uit de vis. Ja. Een foto ervan. Ja, dat is goed. Ja, die weer het water in, hè. Zo. Zo, ja, andere kant op. Hoppa. A few moments later. Nou, best uit de gevaarzone nu. Stevie kreeg net een run terwijl de andere vis daar nog in de mat ligt. Wat? Ja, hey, die gaat, jong, die gaat. Goed, dus ik ga even die vis in de bewaarzak doen. Even in de water leggen, ga ik Stevie helpen en dan zien jullie dadelijk twee vissen als het goed is. Ik heb één vis hier in het water liggen. Stevie die is de andere aan het drillen. Wie weet wordt dat dan onze eerste foto met z'n tweeën? Ja, inderdaad. Ja. Dat we net gehad hebben dan met z'n tweeën. Hossa. Hoppa. Dubbele roene. Alle twee de hengels van Stevie. Ja. Ah, oh, jongen, als ik zonder Stevie was, had ik gewoon geblankt. Ja, dan had ik waarschijnlijk al lang ergens anders gelegen. Ja. Ook, maar niet uit. Ja, mooie, twee mooie vissen. Ja. Even een mooie pose voor de screenshot. Een kusje zo, dat moeten wij ook. Lekker, man. Even de pose nog even. Ja. Zeker. Goed, dan gaan we deze sowieso nog even wegen. Ja. En dan laten we die van Steven misschien meteen maar even zwemmen, denk ik. Of, Ja, wacht. Ik maak dan even die armen. Ik sta hier. Dangerous. Hij is wel lekker rustig. Goed gevochten deze. Zo. Die even zwemmen. Allemaal de stengs kunnen we aan de andere kant erin. Ach, kijk, dat doet er dan af. Oh, ja, het zei zo. Hij is het draadje erdoor. Hossa. Lekker man. Oh.
kijk eens, scherp stellen. Hetzelfde weer. Weer is just geen 12. 14 kilo. 10 kilo. Ongeveer. Later. Een tijdje stil geweest. Ja. En, maar we hebben weer erin. Zal ik wapen pakken? Lekker. Hoppa. Zo, daar is hij dan. Eindelijk een beetje rustig. Nog een spiegeltje. Weer op de rechterengel. Een Stevie. En het loopt lekker daar. Deze zo meteen eventjes weer laten zwemmen. Maak eerst maar een voet. Ondertussen zijn we alweer bezig met opruimen. De hengels liggen nog gewoon in, dus mocht er sowieso nog een run komen, dan wordt dat gewoon nog gefilmd. Ondertussen gaan we alvast opruimen, we blijven dus niet meer heel lang. En dan gaan we weer richting huis. Maar het is tot nu toe sowieso al een geslaagde sessie. Dus, of niet? Geslaagde sessie toch, ja. Tot nu toe? Ja, hè? Ja. Dit is nou gebied, hè? Oh, ja. Pak op. Hop. Tril maar gewoon. Ah, zie je toch nog een visje tijdens het opruimen? Ja. Ik vind het graag. Thank you. Ik zie hem al niet.
Zo. Laat ze pad los. Oh, dat is jammer, hè. Nou, alles is opgeruimd. Kijk maar daar. Stevie was even de spullen naar de auto brengen. Ja, een deel. En toen ging deze engel nog even af. Ik heb een spiegeltje op. Ik heb zijn camera even. Yes. Ik ben een kleine dit. Ja, prima visje, ja. Dan vlieg de engel in hier. Zit hier even. Ja. Uit, loop maar neer. Je pak maar een vas. Oh, te laat. Oh, dat is mijn bijna. Ja. Alweer. Oei, oei, oei. Jong, jong, jong. Ah, domme! Voor de mensen die dachten tot het AB ophield. Nope. Is er los? Ja. Even. Ja. Oh, oké. Okay, ja. Nog een vis. Zet je even neer. Je gaat echt er zo vanaf. Ja, ja. Dat is ooit van 2 jaar terug of zo, denk ik. Ja. Oké. Dat is echt ongeveer hoe goed het is. Het is wel echt vol zonder tegenop. Even even een spiegel. Oh, dat is wel echt vast. Het is beter, hè? Ja, beter, ja. Hoppa. Laatste van de sessie. Yes. Ik weet niet hoeveel we hebben gevangen. Hoor. Ik ook niet. Ik denk dat ze 10 à 15 stuk zijn ondertussen wel. Ja, misschien wel meer. Misschien meer. Maar ja, leuk versen dat. Kiewitje of 4, 5. Ja. 5. Dat ze maar mogen groeien. Ja, zeker. Gooitje maken. Dat is goed. Goed, mag je me laten zwemmen? Daar gaat ie, de laatste. Hoppa! Lekker, lekker! Slaag de zes. Yes. Goed, mochten jullie dit een leuke video hebben gevonden, doe dan dat duimpje omhoog. Abonneer voor meer en tot de volgende keer. Ciao!